Live hier in de studio Birth of Joy. Kevin en Gert-Jan zijn even aangeschoven. Gert, wel heren, was het nodig of hoe zit het? Nieuw album bedoel je? Mm-hmm. Ja, tuurlijk. Wie was er ziek? Nou, ik op dit moment trouwens. Ben je ziek? Nou, een beetje griep. Oh, dus, ja, dat heerst nog echt heel erg, hè? Ja. Dus als je interesse hebt... Nee. Nee, maar het is natuurlijk een heel flauw bruggetje om te vragen waar de albumtitel op slaat. Benieuwd. Sowieso gebeurt er in deze tijd heel veel. Maar het is ook gewoon een wens naar de aarde, naar iedereen. Wat een mooie. En misschien naar innerlijke groei. Wat mooi. En wat diep ook gelijk. Gezellige binnenkomen wel, maar ik wilde wel nog veel meer van weten. Want bijvoorbeeld vorige week hebben jullie een videoclip uitgebracht voor de single Hands Down. En wat ik daar zo cool aan vind, is centraal staat een balletdanseres. En helemaal niet stereotype natuurlijk voor een rockband zoals jullie zijn. Maar dat zet je juist wel even op het verkeerde been. En wie heeft dat bedacht en waarom? Vertel me. Eigenlijk mijn naamgenoot Kevin Kimman van Filmgasten. Daar hebben we mee gezeten en die kwam met het hele idee. En dan vond je het ook wel een mooie natuurlijk. Ja, ik vond het vooral heel mooi het contrast. Want het nummer is best wel rauw en stuwend. Oh. En dan heb je hele mooie cinematografische beelden erbij. Ja, ook een beetje die Black Swan, dat Black Swan gehaald is. Oh, je de film? Ja, dat wilden ze er heel graag een beetje zo in verwerken. Op het nummer zelf hoor je When the Shit Hits the Fan, We Look Away. Dat valt dan misschien ook wel een beetje mooi samen met de boodschap die je net zit te vertellen. Wat bedoelde je hiermee? Voor de erge dingen die er gebeuren, er komt natuurlijk wel aandacht naartoe. Maar liever willen we het niet zien. We worden ook wel een beetje doodgebombardeerd met allemaal informatie. Dus liefst zoeken we gewoon afleiding. Wat zijn onderwerpen in het nieuws waar je de laatste tijd heel erg over op hebt gewonden? Die voor inspiratie hebben gezorgd? De vluchtelingen. Er is ook een olieramp nu in het regenwoud in Peru. Daar hoor je niet zoveel over. Nee, inderdaad. Maar dat is best wel ernstig. Syrië. Oekraïne speelt volgens mij ook nog. Volgens mij... ik kan niet zeggen dat het een koude oorlog is, maar het is wel een beetje een Rusland... ding. Ik weet niet, er zijn allemaal dingen aan de gang. Maar misschien was dat altijd wel zo, maar we willen het liever niet weten. Zo. En je zegt, we willen het liever niet weten. Bedoel je dan ook mensen van je eigen generatie? Word je wel een soort van alleen maar bezig met zichzelf? Ja, ik heb het misschien ook een beetje uit een boek. Die heet In Europa. Ik heb even de schrijf kwijt. Maar die is toch van Geert Mak, zeg ik uit mijn hoofd? Nee, we zoeken het even op. Maakt niet uit ook, dat zeg ik zo even. Vertel. Ja, dit is wel iets heel erg wat me wel heeft geïnspireerd. Maar niet dat het nu plaatsvindt of zo. Maar het ging over Auschwitz. En het heeft pas heel erg lang geduurd voordat mensen dat echt begonnen te begrijpen dat het echt was gebeurd. Echt in de jaren 60, 70 kwam de een soort van acceptatie pas. Dat is wel waar, ja. En hoe relateer je dat dan nu aan deze tijd? Dat er gewoon heel veel gruwelijke dingen gebeuren. Maar het is natuurlijk ook een moeilijke tijd, want de informatie gaat ook heel snel. Ja. En zoals ik al net zei, je wordt echt doodgegooid door informatie. Nou, je merkt sowieso al dat je afgevlakt wordt door alle informatie die je doorkrijgt. Dat je de ene dag dit erg moet vinden en de volgende dag dat erg moet vinden en de dag erop weer een derde ding erg moet vinden. Oh. En wat vind je dan daadwerkelijk echt erg? Ja. Dat idee. Uh-huh. Ja, nou, bijvoorbeeld was de laatste op het nieuws over Birma. Er was 9 maanden geleden een grote aardbeving geweest. Heel even afschuwelijk. En er was nog een Giro-dienst opgezet. Uh-huh. En er is een 9 miljard... of 9 miljard... heel veel miljard dollars zijn opgehaald. Ja? En die mensen hebben nog steeds niks. En hoe kon dat? Het kwam omdat het land... de regering deed zelf moeilijk of zo. Dus die mensen proberen nu zelf maar huizen te bouwen met klei en zo. Oh, de hulp komt niet het land binnen? Nee. Dat is heftig. Nou, de regering moest nog een plan opstellen en dat hebben ze nooit gedaan. Precies. Ze moesten een plan opstellen dat er dan nieuwe flats en woningen kwamen die dan bestendig waren tegen aardbevingen of zo. Maar dat gebeurt maar niet.